mensen, leuk dat jullie er allemaal zijn. We moesten even wachten op hele belangrijke personen. Voordat de burgemeester officieel het lint gaat knippen met zijn hele mooie bijzondere schaar, wil ik toch wel even een woordje van dank uitspreken. Allereerst, ja, als pap, dat je ons de kans gegeven hebt om dit te kunnen gaan doen. Nou, niet aan huilen. Ga je ook niet? Hij had het ook zomaar aan iemand anders kunnen verhuren, want Tilburg is best natuurlijk hartstikke mooi geworden. En ik zie Jacques staan, weet je wat hij zei toen hij hier bezig was? Het lijkt de PC Hoofdstraat wel hier te horen. Oma, waar is oma? Dag. Hier. Ontzettend bedankt voor alle uren poetsen. Die radiatoren, heel alle radiatoren gepoetst en... vervolgens besluiten wij om ze weg te doen. Dat was niet met opzet, maar het gebeurt zo. Hè? En gisteren die rotplakband, maar het is allemaal keurig netjes, dankjewel. Ron, jij gaat op leeftijd, hè? Heb je het in de gaten? Ja, jij natuurlijk ook hartstikke bedankt voor alle uren hard werken. Het stond niet op Facebook, hè, maar bij deze. Hij valt in een zwart gat. Denk ik. Maar gelukkig heeft ze nou weten te fotograferen, de wetenschap. Dus hij weet waar hij terecht komt. Ja, sterkte morgen, Ron, als je niks meer te doen hebt. Nou, Iris en Thomas, jullie natuurlijk ook ontzettend bedankt voor alles wat jullie nog mee geholpen hebben. Iris en ik hadden een klein conflict, want Iris die had het zeep heel netjes, heel de zondag eraan gewerkt, in het rekje gezet. En moeders besluiten om het weer in een ander rekje te zetten. En heel mooi bord geschreven. Ja, Thomas heeft uren hier op het trapje de voorgevel gepoetst en nog andere dingen meegedaan. De matrassen ingelegd en de bedden uitgepakt. Dan nog twee mensen die er niet zijn, die we natuurlijk heel erg missen. Momoe en de grote opa, maar die zullen wel heel trots zijn. Dan wil ik de familie Jochem uit Oostenrijk, ja, die zijn niet, ook heel erg bedanken. Dat ze ons kans gegeven hebben om het hele mooie beddenproduct hier in Nederland en België te mogen aanbieden. Want ze doen met niemand anders zaken dan in Duitsland en Oostenrijk. En ja, we hebben het dan toch voor elkaar gekregen dat wij de licentie hebben. Peter was twee weken geleden hier op weg van Hamburg naar München over Goorlen gereden. Ook hij was onder de indruk van de weg. In Oostenrijk is Pasen echt een familiefeest. Dus ja, hij kon er helaas niet bij zijn. Dan wil ik nog Anne bedanken, mijn steun en toeverlaat. Ik vind het zo fijn dat je er bent. Veraf en toch dichtbij. En wie ben ik dan allemaal nog vergeten? Ja, alle mensen die meegeholpen hebben, Jacques, ja, iedereen. En ik stop ermee. Lieve mensen, ik, natuurlijk wil ik zo meteen dit doorknippen, maar niet voordat ik het toch een paar woorden uitgesproken heb. En dat hoort ook zo. Ik ben namelijk gevraagd als burgemeester om dit te openen. En dan werkt het bij ons zo dat we altijd in het college kijken van nou, wie moet dat doen, wie mag dat doen. En dan zou het in dit geval terechtkomen bij de wethouder Economische Zaken. Want het gaat natuurlijk over een winkel Economische Zaken. Nou, gelukkig was hij op vakantie. Dus dat betekent dat hij toch zelf de gelegenheid had om ook eens een keer een winkel te openen. Het is niet de eerste overigens die ik mag openen. Maar het blijft altijd wel bijzonder. En het is vooral bijzonder omdat je als burgemeester altijd op zoek bent in zo'n gemeente naar pareltjes. Hè? Je probeert, ook als je met collega-burgemeester spreekt of ergens anders, je bent ergens in het land, dus vragen wat is nou zo bijzonder aan Goorlen, dan wil je altijd een paar van die pareltjes kunnen noemen. Waarin je als gemeente zeg maar onderscheidend bent. Denk aan bijvoorbeeld de grootste of de enige of we hebben de eerste. Hè? De grootste bijvoorbeeld, we hebben in Goorlen hebben wij de grootste postduivenvereniging van Nederland. Ja? Het is maar dat je het weet. Of de enige, wij waren ooit hier in Goorlen, de enige, weliswaar eeuwen geleden, die kaatsenballen gemaakt hebben. Het ballenfuttersverhaal. En dat is nergens in Nederland gebeurd, alleen hier in dat kleine Goorlen. Dus dat is toch hartstikke mooi. Of de eerste, en daar weet Joop alles van, we hadden de eerste lokale omroep hier in Goorlen. En daar heb jij ook een rol in de eerste raad. Oh ja, de TV. Ja, precies, hè? Ook hè. En hier hebben we een mooie combinatie. Hier hebben we namelijk de enige en de eerste te pakken. En dat vertel jij ook heel trots op jouw site hè, van zirbewinkel.nl. Daar staat heel trots
staat dat. De eerste en de enige zijn wij. En daaruit blijkt ook dat ondernemersbloed wat jij hebt meegekregen. Ja. En dat kan natuurlijk ook niet anders, want we zeiden het al, de appel valt niet zo ver van de boom. En nou is dat in dit geval waarschijnlijk geen appelboom, maar een zirbeboom. Ja. Voor de liefhebbers, de Pinus cambra. Dat schijnt dan toch de Latijnse naam te zijn voor de zirbe. En dat creatieve en ondernemende wat jij dan blijkbaar toch hebt, heb jij ongetwijfeld van Joop. En ik zei het net al tegen een paar mensen, we kennen mij eigenlijk allemaal, ik mag Joop zeggen. We kennen elkaar inmiddels ook alweer even. En ooit, dat weet u allemaal wel, zat hier Schepens Elektro. Als je aan de zijkant kijkt, ja. Er zit een oude neonverlichting, staat erop, met iets van wasmachines of zo staat erop. Ja. Stond erop. Dus elektro, radio, tv was natuurlijk in die tijd, huishoudelijke artikelen. Daar praat je echt over vanaf de 60e jaren tot 90e jaren. En ik kan me dat nog wel herinneren, want als knul van een jaar of 14, 15 zat ik hier op mijn college. En dan was zo'n winkel altijd heel aantrekkelijk om eens te kijken. Dat is de tijd van de audio-installaties met die deurtjes en zo. En het 27 MC-bakjes, die periode is dat geweest. En het gaat natuurlijk ook om risico nemen, dat ondernemen. En dat doe jij natuurlijk ook, hè. Kijken of iets aanslaat. Jouw vader deed dat ook in die tijd. En dat doe jij ook. Ondernemerschap, puur sang, noemen we dat in feite. Nou, mooi dat dat overgegaan is in de genen naar dochter Desiree. Het is ook extra bijzonder dat het ook gebeurt in dezelfde zaak, hetzelfde gebouw. Je bent er geboren onderling zelfs. Als waar jij op je hoofd je zaak hebt gehad. Dus goed dat je erbij bent en dat je dit mag meemaken. Eerlijk gezegd, en ik weet niet hoe dat voor u is, had ik nog nooit eerder gehoord van zirbehout. Dat ligt ongetwijfeld aan mij. Alhoewel, ik heb een aantal andere mensen gesproken en gezegd, god, ik mag een zirbewinkel openen. Een wat? Niet iedereen weet wat het is. En naast dat reisbureau zonder winkeldoer, zoals je dat noemt, had je al langer wat kleine producten uit de zirbefamilie, om het zo maar te zeggen. Kwaliteitsservice uit Oosterwijk en zeep van de oudste zeepfabrikant uit Oostenrijk. En nu dus ook bedden. Ja. En kennelijk heeft dat zirbehout, dat zul je veel beter weten natuurlijk, speciale eigenschappen. Het is onbehandeld en vrij van bedenkelijke stoffen, zoals je het opschrijft. En ik ben natuurlijk niet ingehuurd om reclame te maken, dat laat het duidelijk zijn. Maar je schijnt nergens zo goed te kunnen slapen als op zo'n zirbebed. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Het geurt aangenaam. En wetenschappelijk bewezen is het zo dat je hartslag naar beneden gaat als je op dat bed ligt. Ja, dat is. Over het algemeen gaat je hartslag naar beneden als je op het bed ligt, maar hier nog iets meer blijkbaar. Dus daar gaat een positieve werking vanuit, wat rustgevend. Dus misschien dat ik af en toe eens even hier naar binnen kom. Kom even snuiven. Om even te snuiven. Ja. Dan kom ik niks kopen, maar ik kom alleen maar even snuiven. Legaal snuiven. Om wat rust te brengen in het drukke burgemeestersbestaan. Ja. Dus als dat mag, hoef je verder niet aan te trekken. Het is natuurlijk fijn dat op deze manier de winkel niet leeg komt te staan. Want we weten allemaal dat leegstand in de winkelbusiness is een lastige in de detailhandel. We hebben er hier op de Hovel natuurlijk ook mee te maken. Maar het werd net al gezegd, PC Hoofdstraat. Toch zie je hier op de Tilburgseweg hartstikke mooie ontwikkelingen. Van Beurden is een van de zaken die ik een aantal maanden geleden mocht openen. Van Hest heeft natuurlijk plannen om uit te breiden. Even kijken, die gaat de andere kant op. Het pand wat ernaast zit, dat gaat natuurlijk. Ja, nee, precies. Hè. Dus daar gaat hier van alles gebeuren en daar zijn we natuurlijk toch trots op. En ik weet, en ik wil het hier toch maar even gezegd hebben, dat ook een discussie soms oplopt op het moment dat wij iemand extra winkelruimte geven, omdat er aanleiding toe is. En dan ontstaat een hele discussie, hoe kan het nou, er is leegstand en je gaat extra vierkante meters toevoegen. Maar het is geen wiskunde, het is niet met een lineaaltje van het komt wel bij, want je moet ook wel even naar het grotere geheel kijken. En soms heb je een zaak waarvan je besluit van nou, jij mag daar gewoon dat doen. Weliswaar iets meer winkelruimte, omdat dat gewoon ook een aantrekkende werking heeft. En dat heeft weer effect op die aanzuigende werking in het centrum. En daar hebben we uiteindelijk allemaal weer plezier van. Dat is toch een beetje de manier waarop wij als bestuur daarnaar kijken. Want dan krijg je gewoon wat meer reuring, wat meer bedrijvigheid. En dan wordt het gewoon aantrekkelijker van. Dus, en nogmaals, ik weet dat het wel eens discussie oproept. Maar goed, dat zien we dan wel. Beste Desiree, ik heb ook gelezen dat de voorwaarde voor jou is dat het bedrijf origineel, traditioneel, duurzaam en of innovatief moet zijn. Nou, dat past natuurlijk ook helemaal bij de tijd van nu, hè? Duurzaam, innovatief. En past overigens ook, en dan kom ik weer terug bij die ballenfrutter, bij die Goolse traditie. Want als je er goed over nadenkt, zijn ze destijds eeuwen geleden met die belletjes begonnen als een soort innovatie. Want mensen waren over het algemeen agrariër, of die zaten misschien nog een beetje in het textiel. Maar die zijn met die balletjes begonnen, omdat ze nieuwe
winst moesten maken, nieuwe handel moesten bedenken. En dat was hartstikke duurzaam. Want die gebruikten huid van die beesten die toch dood waren. En ze stopten daar haren in van die beesten en gras. Dus eigenlijk ga je in de geest van die Goorse traditie, ja, ga jij hier toch... Anno nu, ga je toch verder. Nou, en ook toen was het als enige in Nederland en ook nu ben jij dus de enige in Nederland. Nou, het is extra mooi dat je dat doet. Zodat je voorrecht ook Goorse bent en dat in de winkel van je vader doet. Dus, ik sluit af, want je zei je moet het kort houden. Dat is, was mij verteld. Namens het gemeentebestuur feliciteer ik jou van harte met dit prachtige initiatief, met deze mooie zaak. Ik hoop dat je hier heel veel succesvolle, goede jaren gaat krijgen. Joop, proficiat met jouw ondernemende dochter. Wij zijn trots op deze winkel. En in Oostenrijk, Zwitserland, dames en heren, heeft de Zirbeboom een bijnaam. Namelijk Koningin van de Alpen. Ik stel voor dat jij vanaf nu, DCE, hier in Goorlen onze Koningin van de Alpen bent. Ja. En dan wil ik nu graag opengaan tot de opening van de nieuwe zaak. Dankjewel. En daar heb ik een speciale schaar voor die ik met mijn installatie hier van een goede vriend van mij heb gekregen. Die zei van nou, jouw baan is lintjes knippen. Zo vaak komen die voor, dus... Nou, maar nog één ding, ik wil niet het laatste woord hebben, hè, maar over Koningin van Alpen. En we hebben natuurlijk ook een Goors geheim hier. En eigenlijk is het geheim van de Alpen, de Pieter Sembra, is nou aan de Koningin voor. Ja, ja. Dus misschien nog een geheim erbij. Extra Goors geheim. Ja, ja. Nou, helemaal goed. Nou, dankjewel. Dan ga ik over tot de opening. Tadaa. Media gereed? Ja. Zullen we het samen doen deze week? Oh ja. Oh, kunnen wij dat? Wacht even. Gewoon zo en dan knippen. Ik verklaar nu deze Zirbewinkel voor geopend. Ja, helemaal goed. Pieter, kom eens hier rijden. Ik wil je als binnen eerst binnen hebben. Ja, als oma en Ron. Ronnie. Joop. Jullie mogen als eerste naar binnen. Kom. De kamer. Ja, nee, het is niet. Jullie mogen wel zitten. Nou, dit is dan iedereen. Kom.